als het ging vriezen, dan gooi je de melkkrukje weg en dan ging je op je hurken zitten. En dan zat je zo elke koe te melken. En dan krijg je oersterke bovendijspieren van. En zo trainen we onder andere om sterke poten te krijgen. Een boer is gewend aan ontberingen. Elke dag vroeg je bed uit om de koeien te melken. 7 dagen per week, 365 dagen in het jaar. Maar de tocht van 63, dat was pas echt een beproeving. Dat was waar. Maar als boerenjongens, de slootjes van je eigen land, die vroren dicht en we stonden als eerste erop. Boerenjongens krijgen het schaatsen met de paplepel ingegoten. Dat geldt ook voor de inmiddels 71-jarige Willem Nel. Ja, het is sterk genoeg. We kennen het erop. Als kleine jongen, ik zo schaatsen met de Friese doorlopertjes. En dan gingen we zo schaatsen. En je viel niet, want met de stoel hield je een evenwicht. En dan kon je goed je slag leren. En als het wat behendiger werd, dan zette hij de stoel weg. En dan ging hij zelf, zonder stoel, beginnen. Met je handen een beetje helpen. En als hij dan nog behendiger werd, ging je handen op je rug doen, dan voelde je eigenlijk een echte schaatser worden. En dan deed je dit. En dan was je klaar om tocht te gaan maken, als je dat goed inneemt. Toen de 22-jarige boer op de radio hoorde dat de Elfstedentocht doorging, was er geen twijfel mogelijk. Hij moest en zou meedoen, ook al mocht hij dat niet. Ga je nou doen? School is belangrijker hoor. Nee, dat gebeurt niet. Maar het bloed kruipt wat niet gaan kan. Ik ging. En geweten heeft hij het. Bij de start was het 18 graden onder nul. En een krachtige oostenwind zorgde voor een zeer lage gevoelstemperatuur. Thermisch ondergoed was er toen nog niet. Hij moest het hebben van een hemd, 3 lage broeken en truien. En dan, wat het voornaamste was, je hebt de krant, gewoon een krant, onder je trui. En dan ging de wind niet door. En ze deden ook een krant voor de onderste helft, voor je tere delen. Want anders bevries je zaakje, nou, dan heb je het ook niet prettig. En zo, dat hielp enorm voor de kou. Van de kou had hij geen last. Wel van de scheuren in het ijs en de stuifsneeuw. De omstandigheden waren zo zwaar dat de organisatie van de Elfstedentocht besloot in te grijpen. Mijn startbewijs, nou, die heb ik hier. Mijn startkaart. Ik zal hem hier neerleggen. De laatste stempel? Vraneker. 129 kilometer. Ja, 129. Ik moest nog 70. Ik zat al te rekenen, want het ging uiterst moeizaam op het laatst. Je moest meer lopen dan dat je kon schaatsen vanwege de jachtsneeuw op het ijs. Ik zal uitrekenen, ja, ik kom van er wel. Je had tot 12 uur de tijd. Dan gaan we hier zo. Hier ben je op de helft, 100 kilometer Bolzwart. En hier bij Vraneker, daar werd iedereen vanaf 3 uur moest van het ijs af. Het was geen doel meer. Onverantwoord om die stille hoek door te gaan. Ik heb ook nooit spijt gekregen dat ik meegereden heb. Maar je hebt het er nu 50 jaar later. Het leeft nog zo bij de deelnemers die meegedaan hebben. Ze kunnen die dag allemaal nog navertellen. Dat neem je mee in je graf.